Goedemiddag dames en heren, hier zijn we dan onze nieuwe locatie bij de familie van Dijk. En wij gaan hier twee paarden keuren. Good afternoon ladies and gentlemen. Ja, de second location is de family stables of Chantal van Dijk. And we are started now with the first horse. Paard nummer 1. Dat is Aafke van der Rijzakker. Dat is jonge Hessel keer Sapen. Fokker is J.A. van Gellicum uit Rumpt. En de eigenaar is M.C.J. Cornelissen uit Vianen. De stokmaat van deze merrie is 1,61. Heet a Wizard is 161.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 1. Aafke van de Rijzakker. Een jonge hessel uit een sapen moeder. Het is een fijne merrie om naar te kijken. Is goed in zijn verhoudingen. Wat gezonken in het middenstuk. De opvallende lange hals. Met een voldoende sprekend hoofd. Maar het geheel zou iets meer rasuitdrukking kunnen hebben. De bouw is verder lang gelijnd, iets gezonken in het middenstuk. Maar het heeft een fijne manier van stappen met veel ruimte, ook veel kracht. De merrie die draaft, waarbij een goed achterbeengebruik heeft, in een rustig tempo zou er misschien alles iets meer in kunnen klimmen. Voldoende schoudervrijheid, gezien zijn goede stap en de goede draf. Wordt deze merrie opgenomen in het stamboek als een ster tweede premie. This mare is in the studboek as a star second premium. A good walk, very good walk and a good trot. Ja, dan starten we nu, dames en heren, met paard nummer 2. Dat is Brechtje Deutsche K. Dat is jonge Gerben uit een Olgert moeder. Fokker, eigenaar, is J. Klompers uit Meeuwen Grijtrode. Nou bestaat horse nummer 2. En de heet Wizard is 168. Stokmaat 168.
Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van nummer 2, Brechtje Deutsche K. Het is een rassige merrie, met een goede verhoudingen, voldoende lang gelijnd. Iets neerwaarts gebouwd, kijkt helder de wereld in, sprekend hoofd. Het paard heeft een goede kruisvorm, lange kruis. De beperking zit hem in de bewegingsvorm, de stap zou wat meer ruimte kunnen tonen. De draf zou die wat meer draging en meer oprichting kunnen hebben. Deze merrie komt in aanmerking voor een voorlopige stermerrie. Dat houdt in dat hij een goede IBOP of een ABFP-test zou moeten doen om voor ster in aanmerking te komen. Dus een voorlopige stermerrie. The result of this mare is a preferred star mare. She's good in racial type, but the movement could be better. Ja, dames en heren, dat betekent dat we hier nu klaar zijn met deze keuring en dat wij naar het derde adres gaan. En Odilia Peel hier, daar zijn we klaar bij de familie van Dijk en wij gaan nu op weg naar onze derde locatie.